Hallo allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag heb ik voor jullie een erg leuke tag. In samenwerking met enkele andere bloggers doe ik de Voyage Collection tag. Is eigenlijk een beetje in samenwerking met The Body Shop. Want The Body Shop heeft hun Voyage collectie vernieuwd. De nieuwste geur is de Italian Summer Fig. En daar hebben jullie al een artikeltje over kunnen lezen. Maar vandaag hebben we dus een leuke tag. En ik ga een aantal vragen beantwoorden. En er is ook een leuke winactie, dus blijf zeker even kijken. De eerste vraag is, wat is jouw ultieme vakantiebestemming en waarom? Ik heb de keuze tussen Italië, Japan, India, Fiji of Afrika. Ik zou zeggen Italië. Ik wil eigenlijk wel nog eens naar Italië gaan. Dat staat wel op mijn travel bucket list, zeg maar. Al is het maar om een lekkere pizza te gaan eten. En natuurlijk gewoon ook om het land een beetje beter te leren kennen. Maar als ik dan zo kijk naar de foto bij de Fiji Water Lotus parfum, lijkt me dat toch ook wel heel erg mooi. Echt om volledig te kunnen ontspannen, lijkt me dat zeker wel eens een aanrader om eens een keertje te doen. De tweede vraag is, wat voor een vakantieganger ben jij? Een avonturier, een zonneklapper, een cultuurfreak, een wandelaar, een gastronomisch genieter of een citytripper? Ik ben helemaal niet avontuurlijk aangelegd. Althans, ik zou niet met een rugzakje kunnen gaan backpacken, zeg maar. Niks voor mij. Maar ik hou er wel van om citytripjes te maken. Ik ben ook niet iemand die elk museum zal gaan bezoeken. Of die een hele dag lang op het strand gaat liggen. Misschien wel eens één dag, maar niet de hele vakantie. Dus ik zeg, ja, een citytripper. Van welke geurherinnering word je helemaal happy? Best een moeilijke vraag vind ik zelf. Daar heb ik even over moeten nadenken. Maar ik heb iets gevonden. Een product wat ik eigenlijk al van mijn jeugdjaren heb. Dit is een nieuw flesje trouwens hoor. En het is de Oceanus Body Mist van de Body Shop. En deze kreeg ik in een geschenksetje met mijn eerste of mijn plechtige combine. Ik weet het niet meer. Maar ik weet nog dat ik deze echt... Het waren zo'n beetje mijn eerste verzorgingsproducten. Dus als ik deze nu terugruik, ja, dan moet ik daar wel een beetje aan denken. Dat ik echt zo, ja, mezelf helemaal verwende met die douchegel, de bodylotion, dan deze mist erbij. Ja, het is een hele frisse oceaangeur, echt. Het is een hele fijne. Hij is niet meer te koop trouwens. Ik denk dat ik deze ooit eens in een Solle heb gekocht, dat hij daar toen nog stond en ik had teruggezien, die moet ik meenemen, want het doet me echt heel erg denken aan vroeger en het is gewoon ook een hele fijne geur. De volgende vraag, wat is je favoriete parfum uit de Voyage collectie van de Body Shop? En dat is deze, de Fijian Water Lotus geur. Dit is een hele frisse geur, een beetje zo een zeegeur, zeg maar. Ik hou er wel van die frisse geuren. Ja, ik vind hem heel erg fijn. Heel fris en ik gebruik hem de laatste dagen echt non-stop. Welke producten naast het parfum zou je nog gebruiken? Eigenlijk alles. Ik ga zeker eens kijken voor een douchegel ervan en die body mist. Ik vind dat wel handig om in de zomermaanden te gebruiken. Zo snel, daar zit dan geen parfum in. Dus dat is dan ook weer goed als je heel vaak in de zon bent en zo. Dus ja, ik zou zeker meer producten uit deze lijn gaan gebruiken. Welke geurnoten maken jou gelukkig? Zeker voor de zomermaanden kies ik vaak voor kokosnootgeurtjes of geurtjes met tiarébloem. Ik ben dol op die geur. Het is voor mij echt zomer in een flesje en ik heb ook een aantal producten ervan. En ik kan jullie al vertellen dat er in de nieuwe collectie van de Body Shop ook een product zit, of zelfs meerdere producten, met die Monoi of Tahiré geur. En ja, daar was ik echt heel erg blij mee om dat te ontdekken, dat ook de Body Shop die geur in hun gamma neemt. Dus dat is echt een geur dat ik heel erg fijn vind. En dan een hele leuke vraag. Als je zelf een geur zou mogen bedenken voor een parfum, wat zou dat dan zijn? Ik hou sowieso van frisse, bloemige geuren. Maar ik denk dat ik toch wel die kokosnoot en die tiarébloem er zeker in zou vermengen. Het is heel fris, het is heel zomers en het is heel bloemig. De laatste vraag is, wat is je leukste vakantiefoto? Daar kan ik natuurlijk niet over vertellen. Die ga ik gewoon toevoegen. Dat waren de vragen van de tag. Zoals ik al zei in het begin van het filmpje, is er ook een leuke winactie aan verbonden. Want
Op mijn kanaal kan je dit parfum winnen, de Fijian Waterlotus. Dus zeggen die frisse zeegeurtjes jou wel iets? Wel, kijk dan zeker even verder. Bij mijn collega-bloggers kan je de andere parfums winnen uit deze Voyage-collectie van de Body Shop. Ik ga ze voor jullie eventjes linken, zodat jullie ook op hun blog of YouTube-kanaal kunnen gaan kijken om deel te nemen aan de winactie. Ik zou zeggen, heel veel succes en ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit filmpje te zien. Dag!